Met welke verwachting komt u naar dit debat? Nou, ik ben heel benieuwd over de discussie die zal plaatsvinden tussen de accountants en het bedrijfsleven. Zeg maar. Hoe de accountant om moet gaan met de positie die ze heeft in het bedrijfsleven. De tweespalt die er bestaat tussen enerzijds het creëren van winst of het willen maximaliseren van winst. En de regelgeving die daaromheen ons beperkt zeg maar, in dat streven. Ik laat me vooral verrassen. Ik heb namelijk zelf zo'n klein kantoortje. Mm-hmm. En ik ben gewoon benieuwd wat de rest over dit onderwerp te vertellen heeft. En daar ga ik daarna mijn mening over vormen. Je hoeft de krant maar tegenwoordig open te slaan. En je wordt af en toe niet vrolijk van. Dus dit debat zal hopelijk gaan bijdragen aan een mooie discussie. Wat vond jij van de algemene discussie die er net was? Ik vond het een hele brede discussie, die ook wel aangaf dat het echt een doorleefd en gevoeld dilemma is van iedereen die er zat. Ook als de antwoorden van de mensen in het panel of in de zaal heel expliciet waren, dan zag je bijna aan de reactie in de zaal van ja, je hebt wel makkelijk praten, maar de praktijk is toch een stuk weerbarstiger dan hier nu zo even gezegd wordt. Het verdienmodel staat onder druk en ze zullen niet gered worden door een mogelijk economisch herstel. Dat zal waarschijnlijk ook langer duren trouwens. En dus we hebben het echt over structurele veranderingen die leiden tot druk op het verdienmodel, op het businessmodel. En daarom is het zaak dat ze goed nadenken over welke mensen zijn geschikt om mee te gaan naar die nieuwe wereld waar empathie en intermenselijke vaardigheden heel belangrijk zijn. En hoe snel zijn ze met het omarmen van de ICT-cultuur? Als je de opleiding kijkt zoals ik hem heb gehad, dan is dat inmiddels ook alweer een aantal jaren geleden, maar zoals mijn collega's hem nu krijgen. Er mag nog steeds meer aandacht zijn voor ICT, automatisering. Het komt al wel meer, maar als ik zie waar wij over 5 jaar staan, automatiseringstechnisch, is maar de vraag of de huidige opleiding daarop toegespitst is. Wat mij betreft is de conclusie dat zowel binnen de bankwereld als binnen accountancy, maatschappelijk verantwoord ondernemen eigenlijk begint bij jezelf. En dat binnen zowel banken als accountants toch de ethische discussie over normen en waarden de overhand begint te krijgen. En dat men eindelijk begint door te krijgen dat eerst de ethiek, dat is waar we voor staan, belangrijker is, de rug recht houden en daarna pas geld verdienen.